Drukte bij de dierenartsen over de Duitse grens. Door de hoge prijzen in Nederland halen we de dierenzorg steeds vaker bij de oosterburen. De Nederlandse dierenarts wordt alsmaar duurder. Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om naar de dierenartsenpraktijk over de grens te gaan. En dat leidt tot drukte bij de Duitse dierenarts. Je zit direct over de grens, dus alles wat de voordelen van Nederland, die hebben we ook. We hebben sowieso heel veel Nederlandse klanten van mensen die Nederlanders die in Duitsland wonen. En we hebben ook heel veel Nederlandse klanten die in Nederland wonen, die bijvoorbeeld ook de Aldi en de dierenarts samen combineren. Dus met de hond naar de dierenarts en dan even inkopen doen en dan weer terug. Veel Nederlanders komen dus langs bij de praktijk in Kranenburg. Volgens Soeperberg spreekt 2/3 van hun klanten Nederlands. Maar dit leidt niet tot een taalbarrière. Want we werken hier met 3 dierenartsen die alle 3 Nederlands spreken. Soms hebben we een taalbarrière aan de telefoon, omdat de assistenten die doen hun stinkende best om Nederlands te spreken. Verstaan doen ze het wel, spreken lukt nog niet helemaal, maar er wordt aan gewerkt. Het is niet alleen gemakkelijk voor de Nederlander om een bezoekje aan de dierenarts te combineren met het winkelen. De tarieven zijn ook nog eens een stuk goedkoper. Volgens de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde komt dit omdat er in Nederland een vrije marktwerking is. Dierenartsen kunnen hierdoor zelf hun prijzen bepalen. Soeperberg vertelt dat dit in Duitsland anders geregeld is. In Duitsland is er een prijsverhoging gekomen in november 2022. Daarvoor was het prijsverschil in Nederland en Duitsland was groot. Er was Duitsland veel goedkoper. Maar we hebben een prijsverhoging gehad die wordt bepaald door de Duitse Bundesregering. Die legt een minimumprijs en een maximumprijs vast en daartussen moet je je bewegen. Toch zit er in Duitsland ook verschil in tarieven. Dit heeft te maken met onder andere de locatie van de praktijk. Als jij in het centrum van Düsseldorf zit met een gezelschapsdierenpraktijk, dan betaal je een andere huur dan als je in het centrum van Kranenburg zit. Dus daarom zul je in Düsseldorf waarschijnlijk meer moeten betalen voor een algemeen onderzoek dan hier in Kranenburg. In Beuningen is afgelopen zaterdag het eerste Gelderse kievietsei van het jaar gevonden. De jaarlijkse vondst van het eerste kievietsei markeert het symbolische begin van de lente. De trotse vinder van het eerst gevonden kievietsei van Nederland dit jaar is een trouw lid van het SPNL Natuurfonds. Dit fonds is de eerste landelijke natuurorganisatie die zich inzet om natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen. Na enige door de modder te kruipen en zo. En heb ik het gevonden. Dus ik ben lang blij dat ik het ei heb kunnen laten zien. Want vanzelfde komt er een kraai of een vos om dat even mee te pakken. Vooral als er wat meer ligt, dan heeft hij wat meer kans natuurlijk. Maar dat zijn de prooidieren. Nou ja, dat is iets moeilijk aan te komen. Alleen ja, een kraai geeft ook aan waar de nesten liggen. Want de kieviet gaat daar achteraan. En dan moet je even rustig wachten. En dan gaat het wijfje weer rustig weer terug naar zijn nest. En dan is de beste zaak dat je bijvoorbeeld ergens even schuilt. En dan zie je precies waar het nest ligt. Mijn vader was boswachter. En die heeft mij ooit meegenomen naar een nest. En ja, dat vergeet je nooit weer. De natuur heeft mij altijd geboeid. Het heeft altijd in mij gezeten. Wij hadden, 49 hectare bos. Hè, dat was een herstellingsoord. En daar heb ik het bos. En vlakbij het Jeukenmeer, waar ik dus, Sint-Nicolaashuis, de naam van mijn geboorteplaats dus. En daar heb ik altijd in vertoefd. Dus ik was altijd op stap. De natuur is hier zo achteruit gegaan. Dus ik heb nog een paar veldjes over. En dat is ook mede te wijten natuurlijk aan de grasinzijde, het soort gras, dat is van belang. Dus als het productiegras is, zo noem ik dat dan maar, vind je er weinig kruiden in en dan zul je er echt geen weidevogels in vinden. En natuurlijk de omstandigheden dat het dan ook erg droog is, dus dan is het niks meer voor die vogels. Ik ben ook weidevogelbeheerder, dus ik zoek elk jaar kievietseieren, ja. Dat doe ik al heel van, vanaf mijn 10e, 12e doe ik dat al, ja.
De Nijmeegse Vierdaagse is officieel uitverkocht. Alle startbewijzen van de tweede inschrijfperiode zijn binnen een uur tijd vergeven. Daarmee is de recordtijd van vorig jaar ruimschoots verbroken. Na de eerste inschrijfperiode waren er nog zo'n kleine 8000 startbewijzen beschikbaar voor de debutanten. Ja, de eerste reactie was natuurlijk eentje van blijdschap. Het is hartstikke mooi als het evenement waar wij met z'n allen ons heel erg druk over maken zo populair is dat in 3 kwartier de laatste kaarten wegvlogen. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, hebben we er niet eens een goede verklaring voor. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat heel veel mensen na de coronacrisis zijn blijven wandelen. En de Vierdaagse als kerstje op de taart zien, dat zal. Wij denken ook dat het zeker te maken moet hebben met de prachtige editie van vorig jaar. Waarbij het zo vlekkeloos verliep dat je moet bijna popelen om mee te gaan doen. Maar een echte verklaring, nee, die hebben we niet. De inschrijving voor de 3e editie van de Zevenheuvelen Trail en de Zevenheuvelen Hike op zaterdag 21 en zondag 22 september is van start gegaan. Net als vorig jaar vinden op zaterdag het NK Korte Trail en NK Lange Trail plaats bij de Zevenheuvelen Trail. Deelnemers aan de Zevenheuvelen Trail hebben de keuze uit afstanden van 7, 14, 21, 28, 42 en 60 kilometer. Hikers kunnen kiezen uit 7, 14, 21 en 28 kilometer. Bij een grote brand in een verzorgingstehuis in het Duitse Bad Burghau, net over de grens bij Nijmegen, zijn vanochtend vroeg 4 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er veel gewonden. De brand in het verzorgingstehuis brak vanochtend vroeg uit rond 3:50, toen de meeste bewoners nog sliepen. De hulpdiensten waren enkele minuten na het afgaan van het brandalarm al ter plaatse. De brand woedde op dat moment in een kamer op de begane grond van het achterste deel van het wooncomplex. De brandweer beschrijft de situatie als dramatisch. ProRail heeft nieuwe werkzaamheden aangekondigd voor 2024. Door het hele land wordt het spoor opgeknapt. Zo ook in onze regio wordt er op enkele trajecten gewerkt aan het spoor. Reizigers kunnen vertraging verwachten van 1 tot en met 17 juni tussen Tiel en Elst, 16 tot en met 19 augustus tussen Mook en Nijmegen en 16 tot en met 25 november tussen Tiel en Arnhem. Bibliotheek Marienburg werd afgelopen zaterdagavond omgetoverd tot een fantasiewereld. Spelleiders van Spelslot laten spelers een spannend, mysterieus en soms griezelig verhaal beleven. Van een elfendruïde tot een ork. Tussen de boeken komen ze allemaal tot leven. Wij spelen het beroemde fantasy roleplaying game Dungeons & Dragons, waarin iedereen dus een held speelt en onder leiding van een spelleider een avontuur erheen gaat. Fantasy is maakt ze leuk, is in plaats van dat wij vertrouwen op de helden zoals Thor en Loki, wat wij eerst hebben gedaan, nu ben jij de held. Jij bepaalt wat er gaat gebeuren. Alleen de dobbelstenen? Tja. Wij zijn momenteel Dungeons & Dragons aan het spelen. Een roleplaying game voornamelijk naar voren gebracht met dice. Van dice met 4 kanten tot dice met 20 kanten die het grotendeel het spel bepalen. In een boek kan je lezen hoe een held zich naar voren brengt. En dat kan je hier ook doen. Alleen het is hartstikke leuk als je hartstikke sterk bent en je rolt hartstikke laag. En als je een deur wilt intrappen. Dan wordt het een soort van moeilijk als je laag gaat rollen. Dan gaat die deur niet meegeven. Ja, samen met Spelslot hebben we vanuit de bibliotheek een Evening at the Library. En dan een Dungeons & Dragons editie. En er wordt op het moment volop gespeeld. Verhalen zitten natuurlijk in boeken. En vanuit de bibliotheek is dat in eerste instantie waar de meeste mensen aan denken. Maar verhalen zitten in spellen, verhalen zitten in mensen. Verhalen zitten in zoveel verschillende, komen in zoveel verschillende vormen. En vanavond dus in spelvorm. Wij zijn een roleplaying game aan het spelen. Dat is een beetje hetzelfde als Dungeons & Dragons. Er zijn er nog meer. En, mijn spelers zijn nu in een datingshow waarin ze allerlei verschrikkelijke monsters spelen en mogen daten. Ik maak een verhaal, of ik maak een outline, maar het zijn hun die het verhaal daadwerkelijk vullen. Het kan heel ingewikkeld zijn en het kan heel overweldigend zijn, maar wat wij altijd zeggen, zeker als je nieuw bent, verzin en de spelleiders geleiden jou in van, oh, je wilt dit doen? Het is zo, oké. En leg je stapje voor stapje uit wat je moet doen, zodat jij lekker kan zijn wie je wil zijn. Dit zijn echte verhalen die de fantasie prikkelen.
En dat is zo mooi om te zien dat iedereen die hier vanavond is, je ziet gewoon, je ziet ze aangaan. Ze zijn mooi aangekleed. Het is echt een hele wereld op zich. Ja, en daar kun je je in verliezen. En ja, ook verbinden. En dat is denk ik wat er vanavond heel erg gebeurt. Dat mensen elkaar vinden in de verhalen die ze samen maken. Wat mij betreft gaan we dit gewoon echt nog wel jaarlijks terug laten komen. Misschien vaker, want het is gewoon fantastisch om te doen. Het lijkt momenteel wel lente in Nederland. Dat mooie weer behouden we deze week ook in grote lijnen. Behalve morgen helaas. Morgen zal een grijze dag worden met hier en daar ook wat lichte regen. Vooral in de avond zal de regen in onze regio aandoen. En het wordt morgen een graad of 11 maximaal. En er staat weinig wind. De rest van de week is er langzaamaan steeds meer ruimte voor de zon en loopt ook de temperatuur weer wat verder op. Volop lenteachtig weer dus, dat ook in het weekend nog zal aanhouden. Kortom, een mooi vooruitzicht. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 4 maart. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl. En daar lees je nu onder meer waarom afvalverwerker DAR een oproep doet om hun medewerkers in het zonnetje te zetten. Morgen zijn we weer bij je terug, dus ik zeg heel graag tot dan!